Iris Rukens. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Goed. Goed. Met jou? Ja, goed. Grandioos. Oké. Okay. Uh, we zijn ongeveer al anderhalf uur bezig met alles aan het uh, klaarzetten <laughs> en aan het, uh, aan het doen. Maar, uh, ja. Welkom. Dankjewel. Je had uh, gisteren uh, groots, groots nieuws. Jij hebt uh, als een bezeten. Ik zei van hier kan het Was spannend? Ja, was wel spannend, ja. Wel heel leuk. Is het, is het raar om in een, dan in zo'n omgeving te zitten, zeg maar? Of niet? Um, nou, je bent wel bewust van dat er uh, 600.000 mensen kijken. Kijken er zoveel zo, mensen naar je, weet je Volgens mij wel. Ja, ik mensen. weet niet precies hoeveel. Maar... Ja. Nee, ja, je bent wel bewust van een groot publiek. Ja. ja. Maar heb je dan ook die 600... Ja, ja, nou, de, de ik probeer dit het tussendoor heel snel. Ja, ziek, maar dat hoor je wel. Dit, uh, ja. Heb je dan ook het gevoel dat 600.000 mensen naar jou aan het kijken zijn, zeg maar? Op dat moment? Op dat hmm. moment. Nou ja, ja, weet ik niet. Maar je bent er wel iets bewuster van. Ik zat daar wel uh, gisteren van, oh ja. Ik moet even goed voor de dag komen. Ja, Ben ja, je ja. <laughs> dan. Zeg maar, ik denk als ik zoiets zou hebben. Ik zou niet weten waarom ik daar zit. Maar dat ik, dat ik super zelfbewust ben van alles wat ik zeg. En hoe ik. Ja, dat was ik ook wel. En... Ik hoopte ook steeds dat ze niet uh, mij kritische vragen of zo ging stellen. Weet je wel, over of dan, dan, dan haak je af. Nou, of. nee, maar meer over uh, ja, alles wat er in het nieuws is en zo. Ik denk, ja, ik zit hier voor het onderwerp typetjes. Ja. Dus ik hoop niet dat ik andere vragen heb. Maar die kreeg ik, niet. ik kreeg alleen de vraag over de uh, sexiest man alive, ja. werd bekendgemaakt. En toen vroeg ze of ik die ook de sexiest man alive vond. Ja. Maar dat vond ik niet. Oké, okay. en uh, ik, ik, heb, ik heb gekeken. Ja. En ik vond hun reactie was. Ze, ze viel een beetje dood of zo. Ik dacht van ja. Wie viel een beetje dood? Zeg maar, ze zeiden dan niet echt veel op zei van, dat no, vind ik niet. Zeiden ze van well, oké. Okay. En dan gingen ze verder. Ja. Zeg maar. ja. ja. Oké. Okay, um, misschien. Um, ja, er luistert hier 75 man en mijn moeder <laughs> na. Maar oh, um, ik ik wel even kun je zelf. Wie, wie ben jij eigenlijk? <laughs> ik ben Iris Rilkes. Uh, ja. Ik ben geboren op 25 juni 1991. Um, dat oké, okay, wat, wat wil je weten? Ja, yeah, wat je doet? Wat doe je? Ik doe, nou, ik noem mezelf presentatrice en online comedian. Um, daarnaast heb ik een theaterschool voor kinderen, dus ik ben ook dramadocent dan, hè? of uh, regisseur, theaterproducent. Nee, niet theaterproducent, maar theatercenario schrijver. Meer maker, gewoon. Maker, Theater maker ja, theatermaker um, en dat doe ik. Oké, okay. ja. En wat vind je het leukst om te doen? Ik even. En ik zou het gisteren trouwens de titel bij Jinek acteur. Dus dat ja. is nieuw. Okay. Maar ja, hij gaat in het... een film van, uh, van ons. Uh, ja, klopt. Speer, ja, 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 ja. Dus ik ben acteur. Maar eigenlijk ben je, je bent al acteur voordat je iets ja, gespeeld ja. hebt. Ja. Uh, maar wat vind ik het leukste? Uh, de afwisseling. Ik vind het juist leuk, want ja, ik vind het heel leuk om op woensdag en op zaterdag met mijn kinderen te zijn, dus mijn, mijn theaterkinderen. En dan vind ik het ook weer leuk om dan uh, ja, zelf uh, het podium te pakken maar wel afwisselen. Oké. Okay. Ja. En podium pak je dan op Instagram? Ja, bijvoorbeeld of, uh, of letterlijke letterlijk podium of voor de camera. Want wat deed je uh, wat deed je voor Instagram zeg maar? Presenteren op televisie dus ja. voor uh, RTL en SBS ook wel. Ik ben begonnen met het programma Lifestyle Experience en toen kwam Woontips. Ja. En toen heb ik de helden van nu heb ik Dat was mijn rec meest recente programma. En dat was op RTL4. Is nu op SBS6. Um, dus dat deed ik. Presenteren. En nu fulltime full influencer. Ja, influencer. Ik had altijd een uh, tieve zekel aan influencers. Tot, ja. ik, tot ik jou leerde kennen. Ja, maar ik vind influencer ook niet per se. Ja, de, ze noemen het nu ook wel content creator, vind ja. ik al beter. Klinkt wel heel stoer, maar ik, ja, het is wel. Je bent, ik ben meer content creator dan influencer. Want influencer, ja, is, ja, je hebt invloed op mensen. Mm -hmm. Is ook natuurlijk wel Heb zo. Heb je dat gevoel je, ook dat je heel veel invloed hebt op mensen? Nou, soms wel. Want je kan wel natuurlijk een, een breed publiek bereiken, een grote doelgroep bereiken. En uh, nou, ik doe dus ook samenwerkingen. Dus ik, ik kan ook uh, de, uh, producten verkopen middels mijn Instagram. Maar ja, nee, influencer, dan denk ik ook een beetje aan. Ja, ik weet niet. Dan denk ik aan en ook weer aan een typetje. Van ha jongens, ik heb een superleuk yeah, werkje yeah, yeah. van dit en dit merk. Yeah. Dus ja. Ja, want die influencers kende ik alleen. Maar ik dacht, yeah. jullie zijn zo. Eigenlijk zijn jullie best wel. Met jullie bedoel ik Jullie, ja. Yeah. <laughs> zeg maar jullie zijn best wel uh, lui. Krijgen heel veel aandacht. Yeah. Maar jullie doen niet echt yeah. iets. Zo'n kut. Oh, maar kut zeg ik. mag beetje, ik kut zeggen? <laughs> je mag maar kut zeggen. Ja, nee, ja, ja. Nee, ik, daarom. Ik vind de term influencer is, denk ik, leuk ontstaan. Maar inmiddels hebben mensen er eerder een beetje een hekel aan. Dus ik zou dan liever zeggen content creator. Ja. Nou, of in mijn geval, ik, ik zeg gewoon een online comedian. Ja, ja maar zeg jij, maar... zeg maar, wat ik wilde, wilde zeggen van... Ik had ik dacht, dacht altijd dat, dat, jullie geen, dat jullie niet zoveel doen. Maar jij werkt fucking hard wel. Voor wat je, ja, zeg maar, iedere hard. dag pomp je wel iets eruit. ja. ja. Hoe, um, hoe blijf jij met, met opnieuw ideeën komen, zeg maar? Door alles wat ik om me heen zie. Maar ook omdat je inmiddels, bouw je best wel een community op. Dus je, hè, hoe meer volgers, hoe meer je ook uh, interactie hebt. En ik krijg gewoon letterlijk van mijn volgers, die weten wat ik doe en wat ik maak. En dan sturen ze ideeën door. Dan zeggen ze van, oh, de, hier moet je iets mee doen. Dus, ja. En dan doe je dat. En dan, en dan... doe ik dat. Dus, ja, ik, okay. dus ik, ja, ieder, op een gegeven moment zit je in een soort molen of zo. Ja. Een soort creatieve molen, die niet meer stopt. En dan komen er iedere keer ideeën. En als ik zelf geen ideeën heb, dan probeer ik een beetje omheen te kijken. Of dan komen mijn volgers met ideeën. Ja, ja. Um, dus op die manier, ja. ja. Want jij bent in coronatijd echt ontploft, eigenlijk. Ja, gewoon, toch? Onploft, ja. Nou ja, uh, 2020, inderdaad, maart of april of zo. Toen uh, zat iedereen natuurlijk binnen. Ja, ja. En uh, ik wilde al heel lang iets doen met. Die Typetjes, dus imitaties, dat deed ik al. Doe ik sowieso al heel mijn leven. En ik heb te, dat even kijken: twee jaar daarvoor had ik al een filmpje gemaakt, ook over Temptation Island. Um, die ging toen viral, maar daar, daar stopte op een gegeven moment op een bepaald moment. En toen, twee jaar later, in de lockdown, heb ik dus weer een filmpje gemaakt waarin ik imitaties deed van Temptation Island-types mensen. En die ging toen ook viral. En toen ben ik door, ja, toen heb ik even doorgepakt, zeg maar. En maar die programma's die keken, al die al wist wel zeg maar hoe wat voor soort mensen er waren of zo. Ja. ook voor Instagram deze dan ook al na ja, maar dan meer op, uh, op feestjes of zo. Feestje in partijen, was ja. en partijen was je ja, 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 oké, okay. ja, oh, cool. leuk. En, en nu, waar was waar, waar gaat waar ga je nu, verder? Met je? Ja, nu blijf ik dus nog steeds content creëren, <coughs> content creator. Dus... Dat doe ik. En, en uiteindelijk wil ik het theater in. Als het allemaal kan en zo. Maar uh, dat is wel de bedoeling. Dat ik die typetjes die ik nu op Instagram doe. Maar ook wel. Het is natuurlijk ook wel een levensverhaal komt er dan bij. En uh, een theatershow bestaat uit meer dan alleen maar mensen imiteren of typetjes nadoen. Uh, maar die, uh, die, die komen op de planken. Ja. Spannend zeg. Ja, heel spannend. Wanneer? Wanneer ga je het doen? Ja, we willen nu uh, al een try-out gaan doen in maart 2022, maar ik weet niet of het allemaal uh, gaat lukken. Maar anders zou het sowieso, de, de tour, die zou starten op, in februari 2023. Vet. Ja. En hoe, 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 hoe begin je met zoiets, zeg maar? Dat je, want volgens mij is dat best wel vergelijkbaar met hoe je een film schrijft. Maar je begint eigenlijk met niks. Of je hebt al een verhaal in je hoofd. waar je ja. op, okay, dit moet een beetje gaan worden. Ga je dan gewoon zitten en ga je gewoon denken: oké, okay, dit, dit is grappig, dit is grappig. Ja, ja en ook: uh, ja, ik, je moet ook wel een beetje een rode draad al hebben voor jezelf. die dan hmm. iedere keer terugkomt in je verhaal. Um, ik heb ook hulp hoor. Guido Weijers helpt mij met schrijven. Dus dat is wel heel fijn. En um, alles wat. al je ideeën schrijf je op, die bundel je bij elkaar. En dan komt daar een verhaal uit van a tot z, van begin tot eind. Dus. Ja. En het en maar dit schrijf je nog naast al je andere dingen. Ja. Oké, okay, cool. Ja. Hoe ver ben je met? Uh... Ja. Kan je, kan je een stukje doen? Nee, ik kan ik grappig. een stukje doen. Nou nee, ik heb hem. Ik heb hem in principe. Ik heb hem geschreven, nog niet helemaal in detail, maar hij staat. Hij is wel klaar in de zin van ik weet wat mijn verhaal moet worden, waar het begint, waar het eindigt. Ik weet wat ik qua sketches tussendoor ga doen, dus ja ik ben al een heel eind en in, maar dan komen ook bekende typetjes van jou komen dan terug in de ja. in de theaters zeg maar. ja. dus het is ook zeg maar je wil ook wel echt jouw volgers wil jij eigenlijk gewoon naar het live Iris laten naar het theater lokken ja ja, ja. 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 Okay. ook wel leuk want ik heb best een jonge doelgroep of tenminste mijn doelgroep is als je op Instagram kijkt tussen de 20 en de 40. en het is wel leuk om die groep naar het theater te trekken hmm. Ja, ik zelf vind comedy super vet altijd. Ja, gewoon comedians. Gewoon, kan ik. Wie vind jij de leukste comedian van Nederland? Denk Theo Maassen of Daniel Arens, denk ik. Ja, Eén van die twee. Vroeger ik Hans Steel altijd super vet. Als ik zes jaar deed deel, die op na ook op feestje en Oh ja, ja, ja. Dan zat ik even nu nog eens een keer aan Ja, dan merk ik van zes. Toen is nee, nee, toen kon ik dat toen had ik nog een hele zware stem. Nou, Als ik van zes had jij een zwaardere stem dan nu? Dan nu, ja. <laughs> maar um, dat wilde ik vroeger altijd. Uh, dat wilde ik altijd al een steeuwen horen. En uh, nou uh, niet meer. Maar mm. um, die, die vond ik vroeger ook goed. Maar die vind ik nou een beetje, ja, een beetje zelden. Oké. Okay. Ja. En jij? Kijk jij veel... Uh... Ja, ik... Uh, nou, ik heb wel naar Tineke Schouten gekeken. Omdat... Ja, veel mensen zeiden van, oh ja, jij wordt een beetje de moderne Tineke Schouten dan. Um, en ik vind haar wel heel, heel leuk, hoor. Ik heb wel heel veel respect voor haar. Alleen ik heb, ik, ik heb soms wel het idee dat sommige typetjes van haar een beetje nu... Um, ja, hoe zeg je dat? Ja, niet over de datum zijn, dat klinkt een beetje lullig. Maar wat, nou ja, meer wat, wat toen werkte, werkt misschien nu niet meer of zo. Ik heb bijvoorbeeld, um, ik weet niet, ken je Sylvia Millekam? Mijn moeder zei altijd van uh, vroeger, to, toen ik dus al typetjes deed, maar dan thuis in de woonkamer dat ik iets van haar weg had dat zij wel dat ik haar filmpjes moest kijken maar zij was toen al overleden zij is Ja, we kent haar wel want zij is door uh, Jomanda werd zij altijd uh, ingestraald ik ja, als ik haar zie misschien <laughs> Jomanda ken je wel toch ja Jomanda ken ik wel. Ja. nou in ieder geval zij, zij had borstkanker dus wel echt een triest verhaal en zij um, ging naar Jomanda om... Oh, maar dat verhaal heb ik al ja, nou, ja, ja. Sylvia Millekamp, zij uh, had ook altijd typetjes. Kwam, kwam daarmee ook op tv. Uh, en ik heb dus als kind... altijd filmpjes van haar zitten kijken op YouTube. En toen dacht ik, oh ja, dit vind ik heel leuk. Dit is, dit is een beetje ja, mijn voorbeeld. Voor zover je dan een voorbeeld kan hebben. Maar ik vond het heel leuk wat zij deed. Ja. Maar ik denk Jomanda wel... Nee, niet Jomanda, Sylvia Millekamp. Jomanda heeft er niks meer te maken. Nee, nee. <laughs> Jomanda is ook wel een leuk typetje, denk ik, om na te doen. Maar... Um, maar uh, waar wou ik naar naartoe met dit verhaal? Niet ik veel het jouw verhaal. Samme. <laughs> nee ja, dus uh, Sylvia Millekam. Ja? Sylvia Millerkam, dat was. Je moeder zei dat, dat jij. Ja, dat leek. ik koud bij leek. Dat ze allemaal typetjes deed. Oh ja, ik weet het weer. Okay. Maar ik denk wel dat de bepaalde typetjes of dingetjes die zij toen deed... dat die nu misschien niet meer zo zouden werken anno ja, precies. 2022. Ja. Dus ik zou dan wel een modernere versie willen doen. Maar ik vind het wel leuk, zo'n Tineke Schouten en dus Sylvia Millekam... en een beetje die hoek vind ik heel leuk. Um, maar ik vind bijvoorbeeld die René van Meurs ook heel leuk. Hij zit nu in Expeditie Robinson. Die heb ik jou een keer laten zien. met Die, uh, dat die, uh, die heeft een heel leuk sketch over een hardloop-app... Oh, yeah, yeah, yeah. En over oh met PH, grappig, ja ja ja. Oh hij is PH. ja. Ik vind hem heel grappig en ik vind um, Patrick Lauray. Oh die leuk. vind ik ook heel goed. Die drie vind ik dan Ja. Het beste denk ik. Gewoon ook hij is gewoon lekker hij is gewoon lekker grof. kan gewoon lekker grof praten voor, ja, ja. weet je, wel, ook zo ja. rotterdams. Ja. Ja. Oké. Okay. Cool. En um, en en maar jij bent acteur dan, dat zag ik gisteren. Ja, zo ook, ja. Hoe, um, wil je daar ook nooit iets mee gaan doen? Of is daar meer van als er bij is, dan vind ik het... dan is het leuk, maar hoeft niet per se of zo? Ja, ik denk wel met die, met die filmpjes die ik maak, die video's, die typetjes... ben je wel meer acteur dan presentatrice. Ja, maar, ja je bent gewoon aan het acteren Ja, je bent eigenlijk. aan het acteren. Ja. En dus ik ja, zeg nooit nooit, maar op dit moment vind ik het allemaal leuk wat ik doe. Maar stel, uh, ik zou... Uh, kijk, ik zou best in een in een film of in een serie of whatever willen spelen, maar want ik heb theateropleiding gedaan. Alleen ik ben nooit heel, ik ben nooit een hele serieuze actrice geweest of zo. Je moet mij niet in. Uh... Maar zou je dat wel kunnen denk je? Ja, weet ik niet. Ja, wel. Want vaak zijn comedians, Robin Williams of zo, of weet je, die Steve Carell. Dat zijn ook ja. allemaal comedians, maar die zijn wel supergoede dramaacteurs ja. altijd. Weet ik niet. Ik denk, dat ik, ik denk dat dat niet mijn ding is. Ik denk dat ik. Want ik was toen vroeger al goed in typematig spel op theateropleiding. Dus toen alle rollen die ik speelde, moest een accent aan uh, ja, ja, ja. toegevoegd worden. Dan, kon ik ook, dan kwam ik beter in mijn rol of zo. Ik weet niet, dan kon ik het beter spelen. Dus ik denk niet dat ik een hele serieuze crime acteur ben toen ik dat scripten jou liet uh, lezen zei ik van ja die moet je wel een uh, Rotterdamse accent hebben dan of Amsterdamse dan zo lekker uh, ik dacht ja, oké okay, ja maak maak het ja dan, maar, maak, maar ja dan, nee door. maar dan maar en dat kan ik dan ook wel serieus spelen dus in, kijk ik als ik een type speel zo'n typeetje kan ik de hele dag vasthouden want dat is vaak wel met doe typetje. je dat ook eens? Ja, 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 tot irritatie van mijn uh, naasten. Maar, ja, nee, dat kan ik wel. Dan, dus, dus dan wordt het wel een serieus type. Net zoals bijvoorbeeld... Ja, ja kijkt denk ik niet echt naar Nederlandse series. Maar ja, die serie Red Light. Nee, ik. Met Carice van Houten. Ken je nee, wel, toch? Mm. Zij speelde een Amsterdamse actrice. En zij speelde heel, heel de serie zo. Maar het, wel, ze bleef het gewoon. Ze bleef zo in die rol. En dan zie je dus ook zo'n typetje dat, dat ze ineens helemaal... Uh, verdrietig is en dan is ze weer blij en uh, maar als je dus de hele tijd in die serie zo blijft spelen en wel met dat accent dan uh, speel je wel een hele serieuze rol maar dus mm. wel een bepaald type Maar daar zou je dan wel weer... ja, daar zou ik wel kunnen. Mm. Ja. En op welk moment in jouw leven dacht jij ik dit, dit wil ik gaan doen zeg maar? Of dacht je dat al heel vroeg? Heel vroeg ja. ja. Ik weet ja toen ik ik weet dat ik op uh, mijn zesde ongeveer uh, ging ik naar het circus met mijn moeder... en toen dacht ik, dit wil ik. Ja, ik had ja? circus in. <laughs> in de trapeze, maakt me niet uit... maar zo'n string. Ja. Helemaal leuk. Ja. Dus toen deed ik... Uh, toen ik thuis kwam, deed ik mijn uh, onderbroekje... zo tussen mijn billetjes. En dan ja. ging ik door de kamer dansen... en dan zei mama, wat ben jij aan het doen? Ik zeg, circusje spelen... En toen wist ik nog niet dat er heel veel andere beroepen ook waren in de ja, dat entertainment. Wil ik ja, ik wil een circus. Ja, ik wil mensen entertainen, aan het, ja. aan het, entertainen, aan het lachen maken. Um, ja, dat. En toen kwam op een gegeven moment, weet ik nog, dat ik uh, tv aanzette. En toen zag ik goede tijden, slechte tijden. Toen was ik een jaar of acht of zo. En toen zei ik tegen mijn moeder van, hoe heet dat als je daarin speelt? Wat is dat een, een beroep? En toen zei mijn moeder, ja, dan ben je actrice. Toen zei ik, nou, dat, dat wil ik. Actrice. En toen is het daarna nog veranderd in zangeres. Want ik dacht van: oh, dan kan je zingen, dan kan je daar je geld mee verdienen. Toen is het veranderd in uh, musical sterk ook nog willen worden, presentatrice. Dus ja, uiteindelijk komt het toch het dichtst. Ik was altijd bij. In, de, ja. in de spotlight. Ja, ja. ja. en uiteindelijk komt het, het dichtst in de buurt bij circusartiest. Nu. <laughs> ja. 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 Oké. Okay. En is het, um, hoe moet ik zeggen? Als je naar je, um, Kijk jij kijk je jouw filmpjes ook terug? Jouw eigen dingen die je maakt? Ja, en wat, tuurlijk. En wat, wat vind je dan? Of wat denk je dan? Zie je dan altijd dingen, denk ik, van... Weet ik wel ook bepaalde accentdingen of zo? Ja, nou die weet onder... je, het is... Ik, als ik het zelf... En dat klinkt... Ja, dat komt misschien een beetje nu... Uh, ja, ik wil niet, zeg maar, narcistisch overkomen. Maar het is wel, als ik het zelf leuk vind, dan werkt het meestal. Snap je ja. wat ik bedoel? Dus, en dat wil niet zeggen van, oh, ik vind mezelf zo fantastisch of grappig. Maar als ik... Um, als ik het zelf voel, zeg maar, als ik denk van oh ja, dit is leuk. Ja, dat, he, om, leuk om, om te maken en ik heb er lol in. Dan scoort het filmpje ook meestal wel. Ja, dus ik moet de... het zelf leuk vinden. Ja. Ik moet er zelf om kunnen lachen. Ja. Maar dan straal je misschien ook zelf meer uit. dat dan meen je het ook. Ja, meer. want dan, dan zie je dat erin of zo. Niet, niet ja. dat ik tijdens het typetje dan in een deuk lig, maar wel van oh dit. Het ja, maken leuk uh, <laughs> ja ik heb dan met schrijven als ik iets schrijf en ik moet dan hardop lachen tijdens dat ik het schrijf ja zeg maar, dan weet je dat het goed is dan weet ik van oké okay, dit, dit dit moet er dit, ja. zoiets wil ik wel erin gaan ja. doen zeg maar. ja. hmm. ga je ook ga je ook zitten of ga je gewoon zitten met je telefoon en dan ga je gewoon dan begin je gewoon zeg maar uh, soms dan heb ik ineens een idee en dan moet het meteen af maar soms dan uh, ga ik ook zitten schrijven hoor. Of in ieder geval dan schrijf ik dingen op en dan voor later of ja Doe je nou een ASMR'tje? Moet ah. <laughs> ik even doen? Ja, een Lekker een bierglas. Ja. Maar jij doet alles zelf, toch? Behalve de ja. intro van, je, van de imitatieshow. Maar verder die die doe je jij gedaan. alles zelf, ja, wie, wie, wie heeft die gemaakt? Ja, de intro van de imitatieshow. Fiverr heb ik iets... Uh, heb ik iemand vijf euro gegeven? Dat echt, uh, nee, die heb jij gemaakt. Even nee. de credits naar jou. Nee, nee, nee. Maar verder... Jij doet alles zelf? Ja. Ja. Inmiddels dus, wel. Ja. Vind je het leuk om te doen? Ook? Ja. Ja, want juist het editen van een video is, weer, is, is 50% van de video. Hmm. Vooral met imitaties, want dan kan ik nog kijken van, oh ja, deze klopt het beste of zo. Deze. Ja. En dan moet jij vaak dingen overdoen ook? Hmm, ja, nou ja, ja, met imitaties wel. Want dan, wil ik, dan luister ik terug en denk, oh ja, nee, ik kan nog, kan nog iets beter of zo. Ja. Hmm. Oké. Okay. V vind je het gek dat je. Ik weet niet of dat jij veel erkend wordt of zo op, op straat en zo. Maar vind je het. Dat is allemaal best wel snel gegaan, toch? Ja. In twee jaar tijd of zo. Dan... Ja. Is ze graag om. Hmm. om... Nou ja, ik, was, ben natuurlijk, ik, ik presenteerde al tien jaar. Hè? Dus ik ben vanaf mijn twintigste begonnen met presenteren. Dus toen, dan sta je alles wel een soort van in de spotlight of zo. Alleen uh, ik ben in die tien jaar tijd uh, misschien uh, drie keer herkend. En ik ben nu word ik soms wel eens in een week tijd drie keer herkend. Snap je? Dus het is inderdaad wel snel gegaan. Alleen het lijkt net alsof ik er al een soort van heel langzaam ingerold ben. Dat het niet in één keer... Ja, ja, ja. Het was niet dat je het ik, al zo lang doet. Ja, het is niet dat ik in één keer uh, idols gewonnen heb. En ineens van de een op de andere dag nee, bekend ben. Of zo maar, hm. um, ja, het, ik, alsof ik daar toch al wel mezelf wat, op had voorbereid of zo. Ja, ja. Je was al maar. Je was misschien was je in je hoofd vroeger toen je zes was al, al beroemd. Ja, misschien wel. Visualiseren, hè? ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. ja. Oké, okay. zou jij, zou jij, hoe zou jij het vinden om heel bekend te zijn? Ik zou het niet leuk vinden, en waarom niet? Weet ik niet. Zou, ik zou dus niks, dus, zou niks voor mij zijn. Want jij, jij kan best wel, um, jij kan altijd wel iets van stralen of zo, zeg maar. Of in ieder geval heel vriendelijk zijn. Ik zou dat nooit kunnen. Nee? Ik kan wel vriendelijk zijn, maar niet heel de dag. <laughs> ja, maar ik ook niet, denk ik hoor. Nee, ik, ik maar... hoor gewoon heel vaak dat mensen die durven ook niet tegen mij te, te praten, omdat ik gewoon best wel chagrijnig kijk vaak. Oh, Oh, dan vind ik wel meevallen. Ja, omdat jij mij ja, kent. Ja, oké, okay, maar ja. Weet, jij zou is... geen masker op kunnen zetten. Als, nee. jij, als jij een hotdag hebt, heb je een hotdag. En als je, ja. 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 Ik weet, bij mijn oude werk, stagiaires, die, 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 die waren niet bang voor mij. Maar ze, terwijl ik ben een hele vriendelijke gast. Gewoon. Ja. Maar ze, ze durfden nooit iets te zeggen. Of zo. Mm. Dat ze van, die gast is fucking boos of zo. Maar dat ben ik niet. maar Zo staat haar gezicht dan gewoon. Resting bitch face Ja, dat denk ik. <laughs> oh, ja. oké. Okay. Nee, maar daar zou niks van, niks van mij zijn. Ik zou wel willen dat de films die ik maak, dat die... Bekend zijn, zeg maar. maar ja, dat zelf... je meer achter de schermen. Ja. ja. Maar ik zelf niet. Nee. Maar dat is een beetje. Want kijk, ik was ook, niet, was ook nooit mijn doel van. Oh, ik wil bekend worden, beroemd worden. Ja, trouwens, als kind zei ik dat natuurlijk wel. Hè? Van ik wil beroemd worden. Maar toen ik ouder werd was dat niet per se het doel. Maar wat wel zo is, is als jij een voorstelling mm. maakt, dan wil je ook dat de zaal vol zit. Dat, dat, je, dat, het, dat je publiek hebt waarvoor je het maakt. Mm. Ik bedoel, je kan het ook voor je moeder en voor je tante maken, ja. maar snap je? Dus dan... Vind maar bij ik... jou, ik kom, mensen komen voor jou. Als ze daar naar jouw theater gaan, ja. zogen, dan komen ze voor jou. Ja. Dus ja, dan... of nou ja, voor wat ik maak. Wat ik, dat ze dat leuk vinden, wat ik doe. Ja. Maar met, met herkend worden bedoel ik meer van dan... Um... Dat voelt een beetje als het applaus of zo. Snap je wat ik bedoel? Dus ik maak iets op Instagram dan, mm. dus of, of op YouTube, of in ieder geval online. Dus ik heb niet echt een publiek voor me, maar ja, je ziet wel aan je volgers van oké, okay, dit is mijn publiek. En dan is het wel heel leuk als mensen dan in real life naar je toe komen. Ze zou allemaal op je verjaardag komen. Dat is helaas ja jij zei van hoeveel volgers had jij? Gewoon 200 nog iets. Ja en toen zei ik nou ze zouden maar allemaal op je ja, verjaardag komen. Maar die verjaardag, jou. Dat is volle dan, mak. Dan is, het, dan is het pas echt volle mak. Ja bij mij ik moet dan wel een zaaltje afvuren dan moet ja. Een klein zaaltje afvuren. <laughs> nee ja dus maar maar dus het is ik ik vind het, ik vind het ook wel heel leuk. En ik heb tot nu toe nog niks uh, vervelends meegemaakt. Ik kan me ook voorstellen als jij een André Hazes bent. dat je wel even anders nu. Maar ja, dat is ook weer een ander. Die, die is zo bekend die kan nergens meer komen. Mm. Ik weet niet hoe het dan is. Maar ik vind het tot nu toe heel leuk als mensen mij herkennen. Uh, en dan ook vaak zeggen: van, Oh, ik vind jouw filmpjes zo leuk. Ja, dat doet mij wel heel goed. Want ja, tuurlijk. ja als je, je, daar doe je het ook wel voor of zo, toch? Ik bedoel, ik doe het ook wel voor mezelf. Maar ook wel, ik maak het ook wel voor een bepaald publiek. En als je dan mm. terug hoort van ik vond het leuk of ja, het is wel leuk. Ja, maar dan is, even, dan is het ook even, echt of zo. Ja. Zeg maar, like is, is leuk. Ja. Maar als iemand echt naar je toe komt. Zo leeg, een like is zo leeg. <laughs> ja. En dan, ja, nee, dus ja. ja. Oké. Okay. Ja. ja, nee, maar zou je, zou, zou je zo bekend willen zijn als um, uh, Drea of zo of iets? In ja. nee, maar ik denk ook wel dat hij ook wel een bepaalde levensstijl heeft of zo die. Um die dat afroept. Kijk, hij is vooral de laatste met zijn privéleven in het nieuws. Ja. En dat doe voor mij niet zo. Nee. Ik doe ook niet zo'n heftige dingen in mijn privéleven. Best wel je? Bescheiden. Je, bent heel, je bent best bescheiden. Ja, ik ben niet zo'n uh, heftige. Ik ben geen drugsgebruiker. Ik uh, ga wel op stap. maar En dan sta ik wel op de tafel. Rustig, maar. Maar, hè? Oh, sorry. <laughs> wat zei oh, je? Ja, wat? <laughs> wat zei jij? Je altijd heel rustig toch? op stap? Dan, dan... Nee, dan kijk naar de jetter. <laughs> Nee, ja, maar, nee, maar ik, ja, nee, ik heb niet hele rare dingen. Ik heb niks te verbergen in mijn privéleven. Maar het ja. hoeft ook voor mij niet per se op straat te liggen. Maar het is ook niet zo heel. Ik heb niet zo'n spannend. Ik heb een heel spannend leven, maar niet zo. Voor jou, voor mezelf. Ja, precies. Maar niet dat ik inderdaad met uh, Jan en Alleman uh, affaires heb. En uh, nee. zo op de voorpagina van de privé. <laughs> ja, Staat dat? ik ben daarvoor helemaal niet interessant. Nee, dus ja. daarom gaat het altijd over mijn werk. Ja, maar dat is op zich goed hoor. Ja. Daar, daar ja. wil je uiteindelijk. Ja. Oké. Okay. En heb jij ooit last? Ik had daar, ik heb de afgelopen twee jaar gehad, denk ik, dat ik gewoon niks kon schrijven of alles wat ik schreef voor een kut en dacht. Heb je daar ook wel eens een periode gehad dat je dacht? Waar van, kwam dat door? Door de, door de, door de corona? Of, ik weet uh, niet. Ik had gewoon geen, uh, geen. Al, ik dacht. Inspiratie. Nee, gewoon geen inspiratie, gewoon leeg. Gewoon. Heb ik ook wel. Hoor. Ja? Want je kan, ja, en je kan natuurlijk best wel moeilijk plannen of zo. Je kan wel zeggen van, oké, okay, nu ga ik een week lang schrijven. Ja. Maar, ja. Ik heb dat toen gedaan, mijn naar Limburg gegaan, in een huisje, in een blokket Oh ja, dat weet ik. Ja. En toen heb ik daar een week lang zitten schrijven en heb ik dan allemaal weggeflikkerd. Ik vond het allemaal niks. Ja? ja? Oh, dat is jammer. Ja, vond ik ook. Nu heb ik, ik ben uh. nou wel met iets leuks bezig, maar nou, nou komt het, nou komt het weer. Maar, het was... maar soms moet je jezelf er ook wel even toe zetten. Ja, maar, maar dan ja, probeer dus ik, maar het, 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 dan lukt het gewoon niet ja. Nee, dat is trouwens ook wel. Ik, ik heb trouwens ook wel op de momenten dat ik, het, dat ik het niet zie aankomen, heb ik de meeste inspiratie. Wanneer, wanneer is dat? Ja, als, als midden in de nacht, of als ik in de douche sta, of snap je? Van die, van die random momentjes. Huh? Wat zei je nou? <laughs> Jij <ziet het> <laughs> Wat zei je? Nee, kutgrap. grap. Als ik in de douche sta? Ja, nee, anders. Laat maar <laughs> ik ga verder. Ja. Maar wanneer, wanneer. Het is gewoon. Ja, ik heb, in de auto heb ik wel altijd ideeën. Ik ook. Ja. ja dat ook... je gewoon levensgevaarlijke call als je aan het, aan het rijden bent. Nou. Nee, want in de auto, kijk dan, je moet eigenlijk momenten hebben dat je, dat je wel even uitstaat, maar toch gefocust bent. En dat is in de auto. Want in de auto ben je niet per se met iets bezig. Ja, auto rijden. Dus je bent ja. wel aan het opletten, je bent gefocust. Maar je bent niet iets anders aan het doen of zo. Dus dan komen er wel, denk ik, vaak ideeën. Ben je dan ook aan het denken, aan ideeën krijgen? In de, snap je wat ik bedoel? Zeg maar, ben je bezig met van oké, okay, hoe ga ik dit doen? Wel, je ja. kan het ook wel aantrekken, denk ik. Dat Als denk jij een soort van open ervoor staat. Kijk, ja. ik ging laatst shoppen in Eindhoven. En, um, ja, en toen ging, ik kwam ik bij de Zara binnen. En uh, ik vind bij de Zara altijd een bepaalde manier van... Jij ja, had gisteren, gisteren, jij Zara niet nee, zei. <laughs> ik zag jou helemaal zo. Ja, ja. ja Ik was er een beetje omheen laten lullen, maar nu kan het. Maar ik vind altijd bij de Zara is wel een bepaalde manier van, uh, van handelen zeg maar. Die hebben een bepaalde. Ik weet niet of je ooit bij de Zara komt. Mm -hmm. Dit volgens mij dit is allebei van de Zara. Oh, oké, okay, ja. Nou nee, ja, dus ik was daar en toen dacht ik van, oké, okay, en ik kan me nu heel erg gaan opvreten en ik kan nu heel erg me gaan ergeren hieraan, maar uh, ik kan er ook iets. Ik kan het ook als inspiratie gebruiken. Dus mijn shopavontuur werd natuurlijk heel leuk, want ik was in mijn eentje en toen ging ik van de Zara, kwam ik bij de Stradivarius. Daar hebben ze ook, daar praat ze allemaal Engels. Dus dacht ik, oh, dat is ook een bepaalde. Denk nou, en toen, zo ontstaat er dan een filmpje. En die heeft het ook weer heel goed gedaan, want het is heel herkenbaar voor mensen. Ja. Van, oh ja, ik kom ook bij de Zara en kom ik bij die winkel. Zara is wel echt een kutwinkel, hè? Of het de winkel is niet kut, nee, maar die mensen, de mensen zijn. De winkel doen. is, nee, ik, ik vind het top, want ik, oh, blijf even me verhangen met die ding. Uh, de ding. De, de, de kleding is top. En ze zijn ook wel Er werken ook wel lieve mensen. Alleen soms is het gewoon een beetje. Ik weet niet, ik vind het. Ja, ik heb drie beetje... keer dat gehad dat ik zeg hallo. Niet op die manier, maar dat ja. ik gewoon hallo zeg. En dat ze niks terug zeggen. Ja, ik maar, te... Nou ja, maar ik denk ook wel dat zij, ik weet niet, zij hebben een bepaalde. zij hoeven het ook niet van hun klantvriendelijkheid te hebben. Je weet maar als mens zijn, dan zeg je toch gewoon even hallo terug ja, als iemand hallo niet. zegt. Ik weet het niet. Ik denk dat dat een beetje ook erin sluipt als je daar werkt. Niet iedereen hoor. Want ik kom ook wel. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik dacht: oh, wow, je bent aardig. Hmm. Het is Hara. Die toen omhelst. Ja, bijna fijn al. dat ik jou hier... Ja. Nee, maar bijvoorbeeld, ik, ik heb heel vaak, dan kom ik met kleding en die, die um, wil ik dan aan haar... Dan is het heel druk of zo, dan wil ik die ophangen op het hangertje of zo en dan lukt het allemaal niet. En dan uh, zegt ze van, uh, ja, uh, ik heb zelfs een keer gehad, dan moest ik het terughangen in de winkel. Ja, hang maar even terug in de winkel. En toen zei ik, ja, maar ik kan toch gewoon hier... Ja, nee, het is veel te druk. Ik uh, sta hier ook, maar uh, kom, even, <laughs> ja. Maar snap je? Dan denk ik, ja. Ja. Dat bedoel ik een beetje met niet zo klantvriendelijk hmm. soms. Ja, maar daar maar dan haal je inspiratie uit irritatie eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ik haal, ik haal eigenlijk al mijn inspiratie ik uit Ik bijna irritatie. ook wel hoor, ja. Want vaak kun je wel iets grappigs... Uit iets, irritatie iets halen, ja. ja. En dan uitvergroten. Ja. 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 Heb je ooit in, in, in films van ons gekeken of niet? Ja. Ja? Ja, die heb je allemaal naar mij doorgestuurd toen. Die, die allemaal naar jou die, Ja, die met die burn-out en die met die food-porn en even denken je hebt nog een keer een, een soort eindejaarsfilm ja, ja, ja. met die wc rollen mijn, uh, mijn moeder die zit nou op haar werk zit ze een beetje uh, alles moet volgens een bepaald stramien zeg maar ja? en zij wil daar en heel die afdeling denkt van ja wij doen dat al heel lang zo gewoon en we willen gewoon ons werk lekker doen mag jij dit eens vertellen van jouw moeder ik wil niemand weet wie <laughs> mijn moeder is en dan kijkt ons mam, dit, ons mam is de enige die kijkt dus dat, dat maakt oh hi ons mam. maar um, ik zeg van, ja, wat je nou vertelt is precies waar ik toen ook mee zat. Toen ik uh, nog voor uh, een baas werkte. Ja. En daar heb ik toen uh, een film over gemaakt. En die film heeft ze nou in de... Of de werk gaat die, die heb ik ook rond, gezien, zeg maar. volgens mij. Was dat die met die solliciteren? Ja, nee? ja, met de ontslag, uh, ontslagverhaal, ja. Zeg maar. ja. ja. Maar dat is ook, oh, gewoon, dat is ook gewoon allemaal ja, uit irritatie. allemaal uit irritatie. Misschien ja, irriteer daar... ik me gewoon te Ja, je bijna. bent gewoon een irritant mannetje. Misschien. Nee, <laughs> is niet waar, hè? Je irriteert je niet, je ergert je. Hè? Ja, ja, dat is ook echt, irritant, hè? Ja. Mensen die je verbeteren. Zo irritant. Ja. Vooral als jij dat doet. Dan <laughs> vind ik dat niet. Maar ja. als ik me ergens. Ik erger me misschien uh, minder de laatste tijd. Maar dat is Deem jammer, Zen. Dat is jammer, want er komen er minder goede ideeën. Ja. Behalve in de auto. Wat was jouw grootste irritatie, ergernis? S sorry asses. Nee. Uh, <laughs> uh, uh, op dit moment? Ja. Mensen die niet doorlopen in de supermarkt. Of ineens omdraaien. Oké. Okay. Dat is, dat is, dat jouw grootste te irritatie? Nee, niet mijn grootste irritatie. Weet ik veel, was, was jouw grootste irritatie? ga Ver, ik even denken. Verkleinwoorden. Oh, Kleinwoordjes yeah. is mijn grootste irritatie. En dan met name, kijk, ik vind een wijntje kan ik hebben. Ja. Een biertje Dat is gezellig. Ik dat, ja, een biertje het... wijntje. Gezellig, wat wil je zo. Ja. Maar zakelijk. Verklein worden vind ik heel, heel fout. Doe, noem eens een voorbeeld. Lieve klantjes. Oh, yeah. Lieve klantjes. Um, ja, en dan bijvoorbeeld, uh, nou ja, we verdenken. Uh, 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 nou, je handjes. Uh, stel je bent een manier, uh, je doet manicure. Uh, ik zorg, ik verzorg je handjes of dat soort dingen. Snap je? Yeah, dus dus yeah. Uh, zakelijk, of um, uh, um, je centjes. Snap je? je Zakelijk centjes. zien van uh, oh en uh, hoeveel centjes krijg je ik dan? Zuur verdiende geld, gewoon. Ja. Je centjes. Je van, je ja, ik moet ook centjes verdienen. Ben je zes jaar? Ja. ja. Nee, ja. ik heb een hekel aan verkleinwoordjes. Ja, dat is ook ook het. Ja. Wat is dat je grootste irritatie, ergenis? Ik denk het wel. Um, ja, en op, en op dit moment alles wat ik lees over corona <laughs> is ook wel een irritatie. Oh, ja, ja, ja. Hmm. En dan zowel uh, de Corona. eigenlijk alles alles wat ik lees alle ik, ik, ben, ja, ik ben er eigenlijk helemaal ik ben er wel mee bezig Tuurlijk, die kan er niet niet mee bezig zijn maar ja ik laat het ik ga het niet overal allemaal Dingen opzet, nee. snap je? Daar, dat heeft ook geen zin, toch? Oh, daar kan, dat is ook een beetje mijn irritatie aan ja. het worden. Was het al, maar dus, dus, ik snap het wel dat mensen, iedereen heeft er een mening over, maar ik hoef niet iedereen's mening over corona te weten. Ja, dat is ook een beetje mijn irritatie op. Ik, heb, de als de mensen tijd. iets op Instagram zetten over corona met hun mening, ja. of het moet, weet ik veel. Familie, je kan en mensen en zo, ook maar... dempen, hè? Je hoeft ze niet per se te ontvolgen. Maar ja? Ik, ja, nee, maar kan... gewoon volgers gewoon weg. Oh. Kom corona, ja, nee, of nadat je maar 200 volgers hebt. Ja. Die ze mij hebben ontvolgd. Maar ik zet er nooit iets op. Nee, maar dan ontvolg jij ze en dan denk ik, ja, ontvolgen. Doen mensen dat? Tuurlijk. Zou er echt mensen zijn die in de gaten gaan houden van wie. Ja, er is een appje voor, schijnbaar ook. Ja, ik doe dat niet hoor. Nee, nee. Serieus niet? Ik zou daar helemaal lijf van worden, denk ik. Als je die ziet. Die heeft je ontvolgd. Dan zou ik echt denken, hoezo? Ja. Boeien, nee, dat hoef ik niet te weten. Nee, maar. Ja, nee, je kan ze ook dempen. Je hoeft ze niet meteen te ontvolgen. Ja, maar dan denk ik van... Ja, het, soms vraag ik me ook af, waarom, waarom volg ik jou? En volgens mij doet Instagram ook uh, zelf mensen volgen. Want soms heb ja, ik ja, ja, een volgverzoek, wordt geaccepteerd... Ja. en dan denk ik van, ik heb jou helemaal niet nee. op die, volgen ja. gedrukt. Ik ken jou niet eens. Ja, Instagram is een bitch soms. En uh, irritatie, ik vind het wel een leuk onderwerp. Laten we hier even op doorgaan. Okay. Um, want ik had er nog eentje. Um, irritatie... Oh ja, negativiteit, pessimisme. Mm. En dan met name ook weer bijvoorbeeld nu dat... Kijk, we weten allemaal dat, uh, <coughs> dat het allemaal dat de cijfers oplopen en dat het allemaal niet goed gaat. Maar dan mensen die constant blijven zeggen... Nou, uh, uh, ja, straks zitten we allemaal weer binnen. klem maar alles op. zo, Snap je? Zo ja, de hele ja, ja. tijd. Nou, dat gaat echt niet door, denk ik, hoor. Heel ja. de tijd alles zo doen, denken. Oh, daar heb ik zo'n hekel aan. Ja, terwijl je hebt zelf, ook, je hebt zelf ook geen idee. Z of, zij hebben ook nee, zelf geen ook, idee. Nee, maar ook... Ik probeer wel... Altijd alles aan de positieve kant te bekijken. Jij bent wel positief. Ik wil ik er ook wel meer hebben. Ja, ja. maar toch, ik, zoals ik dus mensen kan imiteren, spiegelen, ja. kan ik soms ook bepaalde vibes van mensen overnemen. En dat vind ik wel, dat vind ik wel shit. Hmm. Dus dan, als ik in een ruimte ben met alleen maar negatieve mensen, moet ik daarna, dan loop ik de deur uit en dan voel ik me ook negatief. En dan moet ik daarna het even van me afschudden of zo. Ja. Ja, dus hoe makkelijk ik mensen kan imiteren, zo makkelijk kan ik ook mensen hun Vibe overnemen, dat is een minder leuke eigenschap. Ja, misschien. Daar gaat misschien wel hand in hand dan. Als jij ja. iemand imiteert... iemand wat zeg je als jij iemand imiteert, ja, dan neem dan je ook, neem ik dat dan ook neem je over. ook. over. dan neem je ook een als jij, maar als je dat gewoon doet, ja, zeg maar, Je bent Iris is dan ook even weg of zo. Ja, toch? ja, denk het wel. Ja. Dus eigenlijk ben je gewoon een beetje schizofreen ook. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. We hadden het over irritatie. Ja. Ik had net een irritatie voor mij. Um... Irriteert jij mij? Nee, nee, nee. Echt nee. Erger wel. Even... Nee. Jij had er eentje. Voor een kleinwoordjes. En daarna woordjes. had je er nog eentje. Uh, pessimisme, corona-berichten. Oh ja, mensen die zeggen, als je gewoon vraagt hoe het met ze is. En ik doe dat zelf ook. Want soms heb ik ook geen idee om, zeg maar dan zeg je, ja goed. Wat moet je daarna zeggen? Ja. Als ik iemand bijna niet ken. Maar mensen zeggen dat ze het super druk hebben altijd. Ja, goed druk, lekker druk, maar wel leuk druk hoor. Ja. Ja, ja dat denk ik ook. Druk is geen emotie, inderdaad. Nee, toch? Nee. Dus, nee. nee. Maar ja. sommige mensen, ja, klopt. Je moet, je moet het altijd maar druk hebben, want dan gaat het goed. Terwijl dat juist niet zo is. Ja, misschien. Ik heb het de laatste tijd serieus fucking druk gehad. Ja, en, en toen, toen ging het, niet, helemaal, toen niet toen goed. Ging het helemaal niet zo. Goed. <laughs> nee, klopt, ja, dat vind ik ook wel. Ja, nee. Kijk, tuurlijk. Je, ik, ik zeg het ook wel hoor als mensen vragen hoe is het zeg ik goed en qua werk of zo ja ja druk ja maar dan het is, ja nee ik vind het het is niet een, een emotie je kan ja. niet zeggen van hoe is het ja druk en het is vaak ook een excuus van mensen vind ik ook altijd irritant oh ik heb het zo druk ja dus ook hoe druk heb je het nou ja. ik zeg altijd tijd is prioriteit zeker zeker weet jij dat irritaties ontstaan vanuit je, je, dat mensen jou een spiegel voorhouden. Dus om, alles waar jij je aan irriteert, denk eens aan... Wie, nou, je hoeft het niet te noemen, maar denk eens aan bijvoorbeeld een heel irritant persoon. Ja, ik weet, ik weet er één. Je weet meteen. Ja. <laughs> nou, er is een trucje, dus wat je dan voor jezelf kan bedenken... van waarom vind ik die persoon irritant? Wat triggert mij? Mm -hmm. En dan moet je gaan bedenken... wat zou nou het ergste zijn wat die persoon zou kunnen overkomen... Dood. nou ja nee maar he, door die eigenschap dus stel iemand is oh, door die eigenschap okay. ja dus wat vind jij nou wat vind jij een irritante eigenschap op uh, iemand die heel veel opschept nou oké okay. Opschepperig iemand. Wat zou dan het ergste zijn wat die persoon? Nee, wacht. Dit vind ik irritant, eigenschap. Als iemand zegt, ja? bijvoorbeeld mijn oma is overleden, dat die dan zegt dat die andere dan zegt van, ah oh, nee, wat erg voor je, maar dat die dan zegt van, mijn ja, oma, is ook, oma is ook overleden. Die eigenschap, die mensen, ja, weg. dus dus is. Zeg. Maar ja. ik vind dat wel, ik vind dat wel opschepperig. Op, ja, oké, okay, maar dan, ben je, te dan maken. ben je toch weer toch op jezelf betrekken of zo. Ja, ja. Maar laat even die, oké, okay, dan pakken we even die eigenschap als voorbeeld. Um, wat is dan het ergste wat die persoon zou kunnen overkomen? Omdat Daardoor. hij zo opschept, ja. Bijvoorbeeld dat hij, dat hij niet zoveel vrienden heeft, want uiteindelijk gaat ja, iedereen okay, deze, snap manier. je? Ja, ja. Ja, ja, ja. En dan moet je bedenken: stel, ik <tus> zou een klein beetje 10% van de eigenschap van die persoon hebben. Wat zou het dan mij brengen? Wat zou mij dat opleveren? Mm -hmm. Nou, stel jij zou iets opschepperiger worden dan je nu bent. Ik, 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 mag best, ik denk dat ik wel meer mag. Opscheppen. Wel meer, wel meer mag opscheppen. Ja. Dus, waarom vind jij die persoon irritant? Omdat hij... hij... Het, omdat hij te veel doet. Precies. En hij laat jou... Hij triggert jou. Hij, hij laat jou... Hij houdt jou een spiegel voor. Waardoor jij beseft van die eigenschap... Zou ik eigenlijk net iets meer moeten hebben. Ja. Niet zo overdreven als dat hij hem heeft. Want dat vind ik irritant. Ja. Maar snap je? Dus vaak mm. de mensen die... Alles wat jij van iemand vindt zegt alles over jouzelf. Ja. Ze zeggen vroeger toch altijd van, of nog steeds, want als je één vinger naar een ander wijst, wijzen wijze er drie naar jezelf. Is wel echt zo. Ja, dat is echt nee, zo. Nee, ja, dus um, alles wat jij van iemand vindt, zegt, nou, denk 90% over jou en 10% over die persoon. Is mm. dus ook fijn om voor jezelf te weten. Daarom, zo kan ik altijd relativeren, dat als mensen mij stom vinden, dan denk ik, ja, dat zegt niks over mij, het zegt iets over jullie. En, ja, dat klinkt nou zo heel arrogant, maar snap je? <laughs> ja, zegt echt niks over mij. Maar, um, dus mensen waar je je, waar, die je irritant vindt, die houden jou een spiegel voor. Yeah. Dat is wel interessant, vind ik. Maar, ik, maar dat ook, werkt dat ook in de auto, zo? <laughs> nee, dat is een andere categorie. <laughs> ja, toch? Want in de auto ben ik altijd ja. al uh, in de fik, ja. ja, nee, dus denk ik, dat is, dat is een ander soort irritatie. Maar als je het helemaal gaat ontleden van oké, okay, ik vind een opschepperige op eigenschap... of bijvoorbeeld je vindt een egoïsme irritant. Kan ook, hè? Dat je mm -hmm. denkt van... ja, die gast is zo egoïstisch. Maar ja, als je dan gaat denken van... oké, okay, stel ik zou 10% daarvan hebben... zou ik wel meer aan mezelf denken. Zou ik wel vaker nee zeggen. is wel iets wat ik nodig heb in mijn leven misschien. Ik heb een... Jij? Even, nee, ik heb nu ik heb, ik heb een andere eisen, wat... Verkleinwoordjes. Als ik meer verkleinwoordjes zou gebruiken... dan nee, dat weet ik niet. Maar ja, ik vind bijvoorbeeld wel eens irritant... mensen die heel roekeloos kunnen leven... Ben ik achtergekomen laatst. Ja. En waarom? En roekeloos bedoel ik in de zin van uh, die het niet zo nauw nemen. Weet je wel? Mensen die heel um... heel veel naar de McDonald's gaan. Nee, nee, nee. Meer um, een heel heftig leven hebben. Snap je wat ik bedoel? Dus heel. Heel veel op stap, heel veel. Ja, en, en roekeloos. In de zin trucs, van, uh, ja, van, nou ja, het gevoel hebben dat ze onsterfelijk zijn misschien of zo. Yeah. En toen ben ik dat ook gaan ontleden. Toen dacht ik, waarom vind ik dit nou zo irritant? Want als ik 10% daarvan zou hebben. En het grappige is, ik sta wel zo in het leven dat je, zeg maar, enjoy the ride. Heb ik ook getatoeëerd op mijn been. Dat je moet genieten van je ride, van je weg ernaartoe. En dat de eindbestemming niet zo belangrijk is. Mm. Want je weet niet of je hem haalt, zeg maar. Um, maar als ik dan dat soort mensen zie, dan denk ik oh ja, die houden mij dus een spiegel voor dat ik dus ook meer dat moet doen. Meer dat moet doen. 10% ja. van hun. Maar daarom vind ik het dus ook irritant blijkbaar. Snap je maar? Mijn vind, maar vind je het irritant? Ik snap, ik snap precies wat je bedoelt. Ik, ja. heb, ik heb hetzelfde, denk ik. Ja. Zeg maar, ik kan, ik, je ik denkt irrit... van bo, en dat doet maar. En dat doet maar. Nee, <laughs> Dat denk ik dan niet. Maar het trekt mij misschien minder erg of zo. Terwijl ik het wel zou willen. Zo'n heftig leven. Niet zo, ja, niet zo'n heftig mm -hmm. leven. Maar ik zou wel eens af en toe willen denken van weet je, zoek het allemaal lekker uit. Ja. Ik ga nou dit doen en, en dan denk ik toch van ja, maar ja. Ik, moet, ik moet morgen dit doen. En ik moet dat dan doen en ik wil dit nog doen. Dus dan doe ik het niet. Zeg maar. Ja, terwijl, ja, ik weet. Ja, nou ja, ik heb dat ook. En ook inderdaad, nou ja, met drugs bijvoorbeeld. Ik, ik heb Heel uh... veel ook gebruikt hoor. <laughs> nee, nee <laughs> nog nooit. Dus, en ik zou het ook niet durven. Ik, ik, kijk, ik, je zal mij niet een weekend lang helemaal naar de, naar de, naar de kloten zien gaan. Nee. Tuurlijk, ik drink wel lekker mijn wijntje. Maar ja, ja als ik vijf glazen op heb, dan, uh, dan ben ik, ben ik heel, al helemaal lekker vanaf. <laughs> en dan volgende dag ben ik helemaal keiziek. Helemaal de ja. dag. Dus, Kot ook dan? Ja. Ja, als ik, dus daarom, ik kan er ook niet zo goed tegen. Dus ja. dat houd je ook wel een beetje tegen. Maar ik, ja, je zal mij niet zo snel uh, uh, een heel weekend zien doorhalen. Je hoort toch wel eens verhalen van mensen die zeggen: van... Oh. Kijk misschien niet meer op je dertigste. Maar wel hè, dat je zo van: Oh, vroeger, jongen, alle drugs door elkaar gebruikt. Zoiets zal ja, je mij ja, niet ja. snel zien doen. Nee. Dus vind ik het vaak irritant. Of is het, heb ik een soort afkeer tegen als mensen dat doen? Dan denk ik: Ugh. Maar ja, van de andere kant is het dus ook weer een, een spiegel. Ja, maar misschien dat je dan ook al in je jongere jaren, dacht van misschien had ik ook al een keer een weekend helemaal er vanaf moeten gaan of zo. Nee, ja. Of niet heb je niet, niet nee, want, dat je te weinig gedaan hebt of zo. Nee. Meer in, in dit moment dat je denkt van had ik maar iets, was ik maar iets. Nee, het is meer denk ik een manier om te laten zien van je haalt, als iemand zoiets doet, dan denk ik oh ja, die haalt wel alles uit het leven, die leeft letterlijk alsof het zijn laatste dag is. Ja. En dat is wel. Maar, maar dan moet dat ook belangrijk voor je zijn. Ja denk ik. Is dat wat ik bedoel? Nou, wat? Nee, ja drugs of. Nee nee. nee dat, als, zeg maar, als, als, als um, iemand die heel het weekend de vanaf zijn ja. aan het feest is, is dat moet, belangrijk voor die persoon. Ja. Maar misschien heb jij wel hele andere dingen die klopt. jij belangrijk vindt. Ja, dus jij bent klopt. bezig met je, weet ik veel, met je theatertour. Ja. Ik kan daar zeggen. Ja klopt. klopt, is zo. Klopt, maar het is, ja, het is denk ik meer. Ik bedoel eigenlijk meer van iedere eigenschap die jij irritant vindt, zegt iets over jou. Ja. Dat is de conclusie. Ik ben benieuwd of jij... mensen het interessant vinden om net te luisteren. Ik denk niet dat er nog iemand luistert. <laughs> het is allemaal afgeraakt. Allemaal afgeraakt. Ben jij bevooroordeeld Over mensen? Heb uh... jij snel een mening over mensen? Ja, wel min. Ik, ik denk dat ik wel daar minder in ben geworden, zeg maar. Ik heb wel om dat mis... met de leeftijd? Ja, ik denk het wel. Ja, ja maar ook omdat ik, ik kan me best wel storen aan mensen die super veroordelend zijn of vooroordelend zijn. Um, ja, Uuuh. dat kan me wel storen. Dus dan ja. probeer ik dat zelf iets minder te doen. Maar ik betrap me er zelf ook op. Hè. Ik denk dat ieder mens toch... Iedereen heeft volgens mij vooroordelen. Ja. Bijna iedereen. Ik denk het ook wel. Of oordelen. Maar de vraag is van, spreek je ze uit? Dat is ook weer is een tweede, hè? Ik had laatst een... Uh, ik, ik appte een vriend van mij. Ik liep naar de bioscoop. Ik ging naar ja. de film. Tuurlijk. En... Um, het was GLOW. En het was zo druk... Ja. En ik, dan word ik denk van mensen, waarom gaan jullie allemaal naar lampjes kijken? Allemaal de glow lopen. Waarom gaan jullie allemaal de glow lopen? Ja. Dus ik heb een vriend van mij, van, waarom lopen hier zoveel volwassen mensen met glow aan, met lampjes, met van die, ja. die, die slierten eraan, weet je wel? Van die ja. lampjes. Jongens, doe gewoon normaal. En meteen appt hij terug, als zij dat toch fijn vinden, jongen. Ja, daar maak jij dat, je ja, druk om. Daar heb jij wel een punt. Als zij dat fijn vinden. Oh nee, daar zou ik me niet zo snel druk over maken. Ja, dat, dat soort dingen, daar kan ik me aan irriteren. Zeg maar gewoon hele, <laughs> ja, het slaat helemaal nergens op. Want meteen toen hij appten, dacht ik ook van ja, tuurlijk. Laat, als zij dat leuk vinden, ja. ik, heb, ik vind deze dingen leuk. Ja. En misschien loop ik volgend jaar zelf met klo mee om naar lampjes te kijken. Ja. Dan heb jij uh, helemaal een leuke nieuwe vriendin. <laughs> nee, Dan ga je nu samen romantisch glo de glow lopen. Lekker, lekker de glow lopen met Glue Weten okay. de mensen die de podcast luisteren dat jij vrij bent? Nee. Wij, we een, oproepje ons, ons, een oproepje doen. trouwens als man die luistert. Dus oh die ja, weet, dat, die weet dat wel. die weten oh, wel, die weet dat als geen ander. Ja, ja, ja. <laughs> nee. Moeten we een oproepje doen? We gaan geen oproepje doen, Iris. Wat zoek je, blond of brunet? N niks. Kaal. Ik wil kale vrouwen. Oké. Okay. Ja. Nou, hé. <laughs> <Hey. lacht> nee, ik hoef je hier... geen te Heel mijn vrouw kwijt door deze, op deze open sollicitatie voor uh, vrouwen. Ja. Wat wilde ik nou zeggen? We hadden het over de glow. De glow, ja, nee, ja, weet ik veel. Misschien volgend jaar. Ja. Inderdaad, met iemand die in mij de glow wil openen. Maar nee. de, denk ik niet dat niet ik volgend jaar een glow wil. Nee. Um, ik wil iets zeggen. Ja. Ik weet het niet meer. Hoe lang zijn wij al aan het lullen? Dat weet ik ook niet meer. Uurken? Ja, bijna wel. Hè? Ja. Um, Jij, laatst, jij bent best wel niet zweverig. <laughs> ja. Je bent niet zweverig, maar wel. spiritueel. S spiritueel ben jij. spiritueel? spiritueel. Eerst was laatst dat schorpioenentijd is en dat. <laughs> wat was dat? <laughs> ik... Ja, ik ben wel. nou ja, oké, okay, luister. Ik vind namelijk dat de laatste tijd zijn er, is er heel veel, zijn er heel veel coaches en spirituele mensen in het nieuws. en op Instagram en weet ik het allemaal dat ik er een beetje een afkeer tegen heb gekregen, maar dat is eigenlijk zonde, want ik vind uh, ik vind mezelf soms wel in de spiritualiteit, maar dan wel. Ik probeer altijd een beetje spiritualiteit te combineren met wel uh, twee benen op de grond blijven. En hoe hoe combineer Ja, niet, want uh, <laughs> nee, nou, nee, het is ik wat ik ik laat ik het zo zeggen. Ik ben best wel een ik kan best een nuchter persoon zijn. Brabantse nuchterheid, hè? Doe maar normaal? Nee, dat is niet waar. Doe maar normaal. Daar ben ik niet mee. Eens. Jawel, maar... jij ben, jij bent, jij bent, ik wil bijna. Jij bent wel. Jij bent wel, normaal. jij bent wel gewoon. Ik merk dat ik tegen jouw Brabantser praat dan normaal. Ik, ik praat niet heel snel. Omdat ik dat ook bij jou doe, doe ja. ik een beetje typetje meteen altijd. Ja, dat denk ik. Ik hoop WhatsApp. Dat is gewoon leuk. Dat is gewoon grappig. Ja. Uh, maar uh, spiritualiteit, ja, dus. Maar toch vind ik, ik vind astrologie heel interessant. Ja. Ik vind dat gewoon heel. Ik vind het een, een hele interessante theorie. En ik zie het ook niet per se als iets heel zweverigs. Het is gewoon iets waar je veel over kan lezen. En je moet er inderdaad wel in geloven. En dan zeggen mensen, ze, ja, maar uh, hij is een schorpioen. Uh, en uh, zoveel uh, duizenden anderen zijn ook schorpioen. Oh, die hebben dan precies hetzelfde. Nee, maar zo, zo zit het niet. Het is een, er zit veel meer achter, zeg maar. En ik heb daar dingen over gelezen. Ik heb daar ooit een cursus over gedaan. Maar het zijn niet teksten en zo die gewoon voor wie daar ook leest kunnen gelden? dat het op zo'n manier geschreven is. Nee, maar altijd... ik, ik heb het. Heel veel mensen denken bij astrologie meteen aan de libellen en de horoscoop. Horoscoop, maar daar heb ik het niet over. Okay. Nee, want kijk, die zijn ook wel op waarheid gebaseerd, maar die vindt dat is een beetje commercieel, snap je? Mm. Dus is een beetje de commerciële kant van de astrologie. Maar ik heb bijvoorbeeld een horoscoop laten maken door een astrologe en die rekent dan helemaal uit hoe laat jij geboren bent en wat dat dan betekent. Het is een soort, je krijgt een soort screenshot van hoe de planeten stonden op het moment dat jij geboren bent en dat is dat is een theorie die, nou ja, goed, planeten. We weten dat die bestaan. Dus daar is niks aan. Uh... Bestaan? <laughs> ja. bestaan of Kijk, aliens is de vraag. Maar uh... dus je al. hebt sterrenkunde. Nou, En sterrenkunde is gewoon iets heel. Uh... Dat is de, de wetenschap. Mm -hmm. ja. En achter de wetenschap zit het stukje astrologie. En um... ja, ik vind dat heel interessant. En wat, ik wat, vind... je, wat ben jij? Een kreeft. En wat, wat betekent dat? Uh... <laughs> Hoe ik ben als persoon. Bedoel je. Ja. Of, nou, Kreeften zijn uh, emotioneel, gevoelig, creatief, uh, huiselijk. En dan kan je inderdaad zeggen van, oh ja, maar dat is iedereen. Maar ja, daar zit. Je moet, ja, jij, ik weet dat jij waterman bent en jij bent anders dan ik. Jij hebt ja, die eigenschappen en zo. Was, was een waterman dan? Creatief ook wel. Maar <laughs> uh, watermannen verdenken. denken. Die zijn, um, ja, pff, oh, dan moet ik even goed nadenken, want ik weet even niet precies de eigenschappen. Kijk, uh, waterman is een luchtteken en luchttekens zijn vaak denktypes. Ik ben een kreeft, waterteken zijn vaak voeltypes. Dus op het moment dat je keuzes maakt... Ik zal vaker, ik zal sneller een keuze maken op gevoel. En Jij maakt sneller een keuze met je gedachten. Dus je denkt er vaker over. Wacht even, ik ben water, water. Man. Ja, maar je en ik een ben een luchtteken. Luchtieper. Ja, ik weet ook niet waarom dat is, maar dat is zo. Oké. Okay. Ja, je hebt drie luchttekens, drie vuurtekens, drie watertekens en drie aardetekens. Lekker de avond of niet? Van ja. vroeger. Ja, maar weet je, het is zo, want het klinkt nu meteen al zo zweverig en zo van. Oh, maar dus dat is eigenlijk wel jammer of zo, want. Um, ik weet niet. Ik vind het gewoon iets heel interessants. Maar zouden er, want klopt, ik ben een denk, ik denk over alles veel te veel na. Maar zou, zou dat niet ook watermannen zijn die dat niet doen? Tuurlijk. Of kreeften die? Tuurlijk. Doen? Alleen het gaat iets verder, hè? Want je hebt dus wat ik net zei. Ik heb dan een, een, een horoscoop laten maken en je hebt. Dan moet ik het even goed zeggen. Verschillende planeten, wat ik net al zei. En uh, bij mij stond de zon in Kreeft op het moment dat ik geboren ben. Dat betekent dat ik dus een Kreeft ben. Dan heb je ook je maanteken en je hebt je ascendant en je hebt je Venus, je hebt je Mars. Nou, mijn Venus staat in Leeuw, bijvoorbeeld. Dus dan ben ik dan, en Venus is de planeet van de. Liefde. Ja. Dus in de liefde ben ik een Leeuw. En in de, snap je? Ja, het is dus. En dat dan moet je dan dus. Maar klopt dat ook? Ja, voor jou. Of, voor mij dat, wel. of heb je je zo geschapen om de. Om... Nee, nee, nee. Want ik weet je, ik heb die, uh, ik heb die berekeningen heb ik dus bij, bij sowieso al mijn vriendinnen gedaan. Bij mijn vriend, bij mijn familie, uh, dat. Zelf? Ja, dus je kan het uitrekenen en dan komt er een horoscoop uit. Maar dat een... kan dat voor jou ook doen. Dus jij bent dan. Jouw zon staat in waterman. Maar het kan goed zijn dat jouw venus ergens anders in staat. Dat jij in de liefde een heel ander type bent dan een waterman. En zo krijg je dan heb je een beetje je gepersonaliseerde horoscoop. En daar, dat is een soort van blauwdruk van jou. <laughs> ik, ik, ik weet niet of ik erin geloof. Nee, maar ik ben wel nieuwsgierig. Nou, maar dat is het. En dat was ik ook. En ik vond het toch wel heel leuk. En het is niet dat ik er helemaal naar leef. En ik, ik heb ook best wel. Kijk, de laatste tijd zijn er zoveel negatieve dingen over in het nieuws. Ik weet niet of je mee hebt met die moon calendar en zo. En dan zie je die zusjes Lexmond. En die zitten yeah, dan yeah, helemaal yeah. van. De maan. Ja, kijk, ik, ik vind. Ik zal nooit. Ja, dat gaat mij dan echt te ver. Dat er in zo'n maankalender staat. Uh, de maan staat in stier. Ja. En uh, als de maan in stier staat, dan is het mond-keelgebied nogal gevoelig. Dus dan kan je maar beter geen afspraak maken bij de tandarts. Kijk, er zit natuurlijk misschien wel een kern van waarheid in, maar ik zal nooit dan denken: "Oh, dan moet ik deze week niet naar de tandarts." Snap je? <laughs> dus dat vind ik iets te ver gaan. Dat je heel je leven daarop Ja, dat aangaan. zal ik nooit doen. Dus daar, daarmee bedoel ik van ik zal altijd met mijn beide benen op de grond blijven. Ja, ja, ja. Maar soms vind ik het wel lekker, weet je, als je dit is het denk ik. Het is een soort houvast als alles in de wereld even kut is, <laughs> om het zo maar even te zeggen. Dan kun je best wel troost vinden in spiritualiteit. En waarom? Omdat de wetenschap uh, is de wetenschap. Dus hè, de, de is heel... De, um, ja, hoe zeg je dat? Dat is gewoon zoals het is. Dus als het kut is, is het kut. Snap je? Maar... Um, en, de, als, met spiritualiteit kan je gewoon... Daar haal je, ik denk dat je daar troost uit haalt. Even een voorbeeld. Maar dat is zelfs als religie, toch? Heel veel mensen... Nou, dat. Ook het is iets van... waar, je in, in, waar je in kunt geloven. Waar je houvast nee, aan nee, hebt. Sommige nee. mensen hebben dat met een god van, uh, die doen een gebedje... zo van, oké, okay, heel mijn leven is fucked up... maar als ik nu even een gebedje doe... dan krijg ik daar een beter gevoel bij... Yeah. en dan hoop ik dat het iets voor mij doet. En ik vind dat iets heel moois. Ik vind... Ben jij gelovig? Of niet? Nee, niet gelovig in de zin... Ik, of, wel dat ik ben wel gedoopt is. trouwens... Ja? Maar ik, ik heb dat geloof niet helemaal uh, nageleefd. Het zo maar te zeggen. van God los, eigenlijk. Hoor. <laughs> nee, nee, maar wat ik, waar ik wel in geloof en wa, wat mij heel veel troost biedt. en dat is mijn persoonlijke verhaal, zeg maar. Nou, mijn vader is overleden toen ik elf maanden was, als baby. Dus die heb ik nooit gekend. En nou kan ik zeggen, als ik dus heel nuchter ernaar kijk. Mijn vader is dood, die is er niet meer, die zal ik nooit meer zien. en uh, die maakt niks meer van mijn leven mee. Dat is eigenlijk de realiteit, dat is de wetenschap. Maar er is ook nog iets meer. Ik kan ook denken, mijn vader, die zit op mijn schouder of whatever, die zweeft hier rond of die kijkt af en toe mee. En dan kunnen mensen mij me uitlachen en zeggen van, oh zweverig. Maar dat brengt mij zoveel meer positiviteit en yeah. uh, geeft mij zoveel meer houvast dat ik het gevoel heb dat hij, met, dat hij bij mij is de rest van mijn leven. Dus waarom zou ik dat dan niet mogen of kunnen denken? Hmm. En ik ben wel van mening, als jij erin gelooft, dan is het zo. Ja, maar als jij, als jij, als jij, zo. En als jij daar kracht uithaalt, ja. en je daarop beter Precies. voelt. En misschien is het wel zo. Ja, het is een soort van. Um, ja, het is echt een houvast. Dus zo van hm. oké, okay, als alles in het leven misgaat of zo, dan is er altijd nog iets wat ongrijpbaar is. En wat, wat er niet per se is, maar waar jij in kunt geloven. En dan is dat er of ofzo. Was dan naar de dood, denk je? Zwart. Ja, dat vind ik moeilijk. Um, want. Ja, ik geloof dus wel dat mijn vader er af en toe is. Ik heb soms ook wel eens het idee dat hij, uh, ja, ik, ik hoop. Nee, nee ik, ik geloof dat hij soms dingen voor mij fixt of zo. Weet je wel? Ik kan soms echt zeggen: Pap, jongen, help me nou eens even. En dan komt het goed of zo. En die, eh, dat is kijk, zijn energie zit ook letterlijk in mij. Hè? Want uh, er zijn ook degene en zo. Ja. Alleen. Um, dus het komt wel vanuit mijzelf, maar het is toch een soort kracht die ik dan niet ja, ja, ja. zo. dan denk ik van oh ja, hij is bij mij, hij helpt mij. en als ik dus, en dan kan iedereen mij uitlachen wat ze willen of zeggen van nou, maar dat is, dat kan niet, maar het maakt niet uit. De, als het voor mij werkt, dan ja, ja. Dat is goed toch? ja, dus dat is een houvast. Hm. dus op die manier ben ik, heb ik, uh, vind ik spiritualiteit heel, iets heel moois. Hm. ja mooi zeg. nou oh, ja. oh mooi. ja. Ah. Heb je ook eens het gevoel... Maar geloof je... Dit is dan een heel kut sprong. Geloof je in geesten of niet? Um, ja, niet zoals in horrorfilms, hoor. Niet zo. Want ik denk dat geesten juist ook heel... Um, niet per se eng zijn of zo. Hmm. Want mijn vader is dus ook een geest, snap je? Ja. Dus die, ik hoop dat hij... Dus, ik zie ze niet, hoor. Ik heb geen zesde zintuig, kan niks zien. Ik, heb, ik ben niet paranormaal begaafd. Geen Jolanda? Geen Jomanda. Maar, <laughs> Jomanda. 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 Ja, ja. Maar, uh, maar ja, ja ik, ik geloof wel. Wat, ik, nou, ik, ik geloof meer in energie, laat ik het zo zeggen. Alles, hmm. is, alles is energie. Ja, dat klinkt, zo, uh, klinkt ook heel spiritueel. Maar ja, het, het kan niet zo zijn dat mijn vader, die dus op zijn dertigste overlijdt, dat, dat, dat daar niks meer van hier op aarde is. Snap je? Mm. Dan moet een energie... Want ik ben er nog. Ik leef, hij leeft in mij voort. Dus zijn energie moet nog ergens zijn. En sommige dingen zijn... Soms gebeuren er ook wel eens onverklaarbare dingen, toch? Ik ja. heb een keer wel een grappig verhaal. Ik had, uh, mijn vader was altijd best wel een beetje een boefje. En die uh, ging met mijn moeder altijd winkelen in Weert. Daar komt hij vandaan. En wat hij altijd deed, was uh, hij betaalde nooit bij een parkeergarage. En hij reed altijd achter de auto voor hem onder de slagboom door. Altijd. Ik hij hij, kreeg je hij een beetje een kick van, zeg maar. Mijn vader werkte trouwens ook bij de politie. Dus dat matcht niet <laughs> eenmaal. <laughs> maar dat was gewoon zijn ding. Eén ja. keer is het me Toen is die slagboom op zijn auto, op zijn dak uh, dichtgeklapt. Um, maar dat is natuurlijk wel een leuke anekdote, zeker na zijn dood, want dan uh, maakt het natuurlijk niks meer uit. <laughs> en uh, toen ben ik een keer met mijn moeder, toen gingen wij uh, voor het eerst in tijden na zijn dood samen winkelen in Weert. En mijn moeder was daar al heel lang niet meer geweest, omdat dat voor haar een beetje, ja, dat was toch een beetje pijnlijk of zo. Mm. En toen uh, gingen we parkeren. Een parkeergarage en toen liepen we, uh, waren we, gingen we winkelen en toen wilden we betalen en toen waren we vergeten te betalen. Dus we liepen al naar de auto en toen zei mijn moeder, oh we zijn vergeten te betalen, we moeten teruglopen. Toen zei ze, maar jouw vader die deed altijd dit, hè, dit maar dat gaan wij niet doen, want uh, mijn moeder is heel netjes. En, uh, dus wij betalen en toen komen we bij de slagboom, is de slagboom afgebroken. Dus dan denk ik, oké. Okay, en tuurlijk, je kan zeggen ja toevallig, maar toch op zo'n moment is het voor ons allebei vinden wij dat... ja, dat dus, is gewoon raar. Ja, het is gewoon raar, het is ja, onverklaarbaar. Ja. Ja. En dan denk ik van, en dan hoop ik ook dat dat dan een soort van seintje is mm. of zo. En dan denk ik ja, mm. je kan het ook niet denken, maar je kan het ook wel denken. En dan heb je wel een leuke dag voor de rest. Van, of dan heb je wel een fijn gevoel de rest ja. van de dag. Dus ja, ja energie is raar. Maar dat, ik heb het ook altijd met plekken gewoon. Ja. we dus mijn vroeger gingen we wel eens naar de kerk. Maar ja. uh, het voelt toch raar daar of zo, alsof het hele oude gebouw of hele oude kamers of ja. iets waar dingen gebeurd zijn. een bepaalde energie. Er hangt gewoon, en ik weet niet of dat ook is als je het niet zou weten wat daar ja. ge gebeurd is of wat daar. Of dat je het dan ook zou voelen, zeg maar. Ja. Maar ik geloof wel dat er, weet ik veel dat het in meubels zit of zo, die er dan al duizend jaar staan. Of in, in de muur. Ja, of dat dan de... nog iets. Geloof jij leven naar de dood? Nee, doodsdood. Dood. Maar je gelooft Dat maar... Wel, in, wel in energieën, dus. Ja, ja, ja. ja. Maar hm. ik weet niet, na de dood weet ik niet wat er. Uh, geen idee. Dus er is ook nooit iemand teruggekomen om het te zeggen. Er is <laughs> een keer iemand teruggekomen. las ik laatst. Wat? Echt bizar, bizar verhaal. Er was een vrouw die was onderkoeld volgens mij. Volgens mij was ze dood gegaan aan onderkoeling. Toen hebben ze al haar bloed eruit gepompt. Volgens mij is ze een kwartier dood geweest. Oh mijn god. Al haar bloed eruit gepompt, verwarmd, okay. teruggepompt, gereanimeerd en, en te leven ze weer. Oké, okay. en wat vertelde zij? Wat, waar was zij? Dat weet ik niet. Oké. Okay. dan moest je betalen om te lezen, dat heb ik niet <laughs> Ik had alleen maar het boze stuk. <laughs> Dit is wel <al> de beste. <lacht> <lacht> ja, dan moet je betalen om te lezen, dus ik weet eigenlijk niet hoe het afloopt. <laughs> ja, ik ben wel Nederlands. Nee, ik ja. Betaal je voor de krant? Ik heb gisteren al uh, geen tv. En ik wilde wel even kijken bij, voor jou. Heb jij gewoon voor mij betaald? Nou, één cent. Ik heb <laughs> proefabonnement afgesloten van NL Ziet. En dat heb ik ook meteen weer opgezegd. Oh. Kijken. Ik wil er maar goed voor jou. Ik kijk het, hè? Ja. Ja. Maar nee, ik ben niet. Um, ik ben wel gedoopt en gevormd en kom je niet Maar zo. Maar, ik, nee. ik, maar ik, ik weet niet wat er gebeurt als je dood bent. Nee, ik ook niet hoor. Ik hoop wel dat er iets is. Ik vind het wel een hele. Ik, dat vind ik ook weer een hele pessimistische gedachte. Van, oh, Als je dood bent, dan ben je dood. Dus er niks. Ja. Maar de kant ja. Als je slaapt, dan droom je toch ook. Weet je, ja, er moet toch wel iets zijn, denk ik dan. Ik weet het niet. Ik denk dat je gewoon weer verder. Maar, zeg maar wij zijn gemaakt van kapotte sterren. Ja. Die dood zijn gegaan. <laughs> dat is geen bullshit, dat is serieus. Ja. Gewoon sterrenstof, zeg maar. Ja. En weet ik veel, misschien worden we wel... Een... Ja, huh? Jij gelooft niet dat wij van de apen afstammen. Jawel. Maar, oh, maar, ja, die ja, maar komen ik heb het duizenden, duizenden, duizenden jaren geleden. Ja, ja, ja. ja. En zijn... uit de sterren ontstonden dieren en daar... Of wat? Ik weet niet hoe het zit. <laughs> ik weet dat wij... <laughs> Nee, okay, ja. Ik weet dat wij daarvan. daar moet je wel wat opzoeken. Ja. Ik heb daar ook op gezocht, was best wel van Ik heb er ook wel iets over gelezen. maar daar moest je voor betalen. Dus. Ik... <laughs> ja. Nou ja, dus ik, ik. weet niet. Ik denk dat er overal wel iets in zit en dat je ook. Ja, weet ik veel. Misschien dat we wel hier blijven totdat alles weer weg is of zo, of dat de zon een keer ontploft. Of reïncarnatie. Geloof je dat? Ja, weet ik niet. Ik, ja, waarom? Ja, waarom? Hoe, hoe zou jij terugkomen denk je? Als mier of zo? <laughs> Nee, niet in, ik geloof niet in rekenaars, in dieren. In mensen. Ook gewoon weer een nieuw mens. Nou ja, weet je, er is ook een theorie dat, um, dat je voordat je geboren wordt, soort van, dat je dan wel al een ziel bent en dat je dan in een lichaam komt. Dus ja. als je dan weer doodgaat, dan, 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 dat je dan je ziel uit je lichaam gaat en weer in een ander lichaam, zeg maar. Je hebt ook die oude ziel. Oude ja, ziel, sorry, dat je, ziel, oude ziel. je ziel blijft hetzelfde, alleen je gaat iedere keer in een ander jasje of zo. Dat kan ook, hè. Dat is ook een theorie. Ja, hmm. why not? Ja, ik weet het Ik wil wel terugkomen als Beyoncé of zo. Nee. Yes, nee, 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 Niels Pionte. Als, um, als wie zou je terug willen? Als een van de Kardashians. Ja? Yeah. Ja, zou ik wel willen. Waarom? Ja, lijkt me leuk. Lijkt hey. me heel leuk, heel gezellig, heel. Uh, gewoon ja. alleen voor die billen gewoon. Nee. Nee, gewoon voor hun. Ik, ik weet niet, ik vind, ik vind altijd, ik, kijk, ik hou van de Kardashians. Ik kijk altijd hun serie en ik vind het altijd... ik, dan ik wil het, ik daarbij zijn. Ik heb hem nooit gezien. Moet eens kijken. Hij is wel een vrouwenserie toch? Ja, hij is wel een vrouwenserie. maar... Nee, ga ja, nee, maar het lijkt mij heel gezellig om een van die zussen te zijn. Hmm. Ja. Je hebt, ik weet wel, je hebt dan twee mooie en eentje, die is niet zo mooi toch? Of zo? Nou. ze zijn allemaal, allemaal mooi. wel mooi. Nou, nee, dan weet ik het niet. Je hebt Kim en Chloe en Courtney en Kylie en Kendall. Heb je hun ook al eens gedaan of niet? Ja. Nee, tuurlijk. <laughs> <truhig> tuurlijk. Ja, zij zegt heel veel. I was like, I was like, I was like, yeah. And he was like, oh my god. Zou, zou jij um, in, in Amerika kunnen wonen? Ja, 100%. procent. Ja? Altijd als ik daar ben, dan zeg ik ook van hier had ik voren moeten worden. Vaak, ben je daar nou heel vaak? Ja, een keer in de week zo. Nee, nee. Maar toen... <laughs> nee, ja. Voordat we natuurlijk in deze tijden belanden, was ik daar um, zeker wel één keer per jaar. Op vakantie. En waar dan? Of gewoon overschermd? New York, LA. Zeg nou eens één keer LA. LA. <laughs> LA. Ja, uh, yeah, Los Angeles. Uh, nee, ik, ik, ik zou daar heel graag willen wonen, maar dan zou ik daar wel geboren willen zijn. Ja, 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 Snap je? Ja. Dus ik zou, dat ook echt jouw huis is, ik zou niet per se. emigreren. precies. Ik zou niet per se emigreren naar Amerika, hm. maar ik zou daar. Uh, dus, dus, dat, daar ja, dus als ik dan reïncarneer, wil Ergens ik in Amerika. Ja. Hm. ja, Ja, cool. Ja. Ik denk, hoe uh, lang is hij weg? <laughs> ja, nu zo ongeveer. Heb, wil jij nog iets zeggen? Ik, ik heb het niets. zo druk. Zo'n druk. Zo <laughs> druk bezet vrouw ben jij. Maar wel leuk druk. Wel lekker, gewoon lekker druk. Hou het in het begin ook. Uh, wil je nog iets zeggen? Nee, ja, de, nee. wil jij nog iets kwijt? Hmm. Wat is de conclusie van dit verhaal? Um, van alles. Ging, het, dat ging dat we veel uit. irritaties hebben. Ja, ik heb Klein woordjes. Ik vond het een heel leuk gesprek hier ja, Ik vond het ook een leuk pod podcastje. Ja, was, uh... Nee, ik heb niks meer. Okay. Ik, uh, ik vind het superleuk dat je hier was. Vond ik, en, ook euh, leuk. Ik, ik weet niet of dat nu mensen nu blijft weten mensen eigenlijk wel dat wij samenwerken ook nee ik denk het niet nee. nou bij deze wij werken ja, samen wij werken heel vaak samen we dat maken leuk, heel he? veel leuke content ja, wij zijn echte leuke content creators ja, zeker um, kan nog iets zeggen um, oké okay. okay. bedankt voor de was ja en, um, die goed groeten. de groeten. Die groeten.